met Ajax. Hè? Joden, Joden, we worden kampioen. En dan is het weer Hamas, Hamas, Joden aan het gas. En dan gaan ze de Ajax-supporters verwijten. Ja, dan moeten ze dat ook niet roepen. Ja, maar luister nou, mannen. Luister nou wat je zegt. Deze week in Voetbalgek bezoeken we voetbalclub Laakkwartier in Den Haag. Om de club te behoeden voor degradatie heeft Bram Poons de hulp ingeschakeld van zijn neef en profcoach Sjaak Polak. De twee hebben vanuit hun Joodse achtergrond een bijzondere band met elkaar. Ome Bram is als Joods kind geboren in 1942 en heeft door een wonder de oorlog overleefd. Het voetbal heeft hem zin in het leven gegeven, waardoor Sjaak de vraag van zijn oom niet kan weigeren. Toen ik geboren werd, toen ben ik nog, weet ik nog niet zeker, 2 jaar bij mijn ouders toch wel gebleven. Ik ben in de oorlog geboren natuurlijk. Nou, die hebben me toen in 1942, toen de oorlog uitbrak en dat ze toch in de gaten hadden dat de Joden vervolgd werden, ben ik naar het Joodse weeshuis gebracht. Nou, in dat Joodse weeshuis werd een razzia gehouden. Nou, daar is er geen een van teruggekomen. Zowel leiders als iedereen die daar zat, die is gedeporteerd en vergast. En ik lag toevallig in dat Juliana kinderziekenhuis met een liesbreuk. En ik was er dan nog, maar toen die Duitsers waren best wel punctueel, dus die misten mij. Nou, daar kwam het verzet achter. En die hebben me daar weggehaald. En dus toen die razzia daar was in het Juliana kinderziekenhuis, toen was ik weg. En mijn moeder is vermoord in Auschwitz en mijn vader in Midden-Europa. En waar precies weten ze nog ineens. Dus dat, Hoe oud waren je ouders? Mijn vader was 26 en mijn moeder 21. Ja, heel jong natuurlijk. Ja. Dus, en dat heeft wel impact hoor. Als je jong bent, zeg maar, ik kan wel herinneren. Als je dan een jaar of 6 en je zit op de lagere school en je had natuurlijk nog geen computers en dan moest je altijd opschrijven wie je vader en moeder waren. Nou, die had je natuurlijk niet. Dus dat was wel vervelend, want dan moet je weer iets gaan uitleggen op die leeftijd. Ja, dat vond ik dan niet leuk. Maar verder heb ik gelukkig zo'n karakter gehad dat er vrij eigenlijk goed mee om kon gaan. Eigenlijk wel. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Je wil het vergeten, maar eigenlijk mag je het niet vergeten. Daarom vind ik het ook mooi dat ome Bram allemaal lezingen geeft hier in Den Haag, in omstreken. Om eens te laten weten wat dat nou heeft gedaan met de mens. En geschiedenis is het. Maar het wordt vaak gebagatelliseerd, het wordt weggestopt in een doofpot. En ik vind dat is te makkelijk. En we moeten de generaties op generaties steeds maar mee blijven geven wat er in die tijd echt gebeurd is. Je bent wie je bent. Of je nou in Turkije, Nederland, Marokko, Suriname bent geboren, ja, daar kies je ook niet voor. We zijn gewoon mensen. Als bestuurslid van Laakkwartier belde Bram zijn neef Sjaak om de club te redden van de sportieve ondergang. Sjaak schoot de hulp en behoedde de club voor degradatie. Maar een van de wedstrijden ontspoorde volledig met een gevecht en racistische beledigingen als gevolg. Ja, weet je, ik ben in stadions uitgescholden door 50.000, 60.000 mensen. Ja, weet je, dat is nou eenmaal zo. En je weet precies of ze het goed willen. Ja. Of kwaad willen. Ja. Dat weet je precies. Ja, daar sluit ik me bij aan. Ja, en dat is nou uiteindelijk ook een beetje het verhaal aan het worden. Mensen slaan nu door en daar heb je ook mee te maken. Dus daarom zeg ik, ja. Laat maar. Ja, alleen, ja, er zijn ook gerichte dingen en daar hou ik niet zo van. Een paar jaar geleden had je dus met Ajax, hè, Joden, Joden, we worden kampioen. En dan is het weer Hamas, Hamas, Joden aan het gas. En dan gaan ze de Ajax-supporters verwijten. Ja, dan moeten ze dat ook niet roepen. Ja, maar luister nou, mannen. Luister nou wat je zegt. Luister wat je zegt. Het zijn Joodse mensen met de club opgericht. En of het nou Turkse jongens zijn of weet ik het wat voor. Luister nou wat je zegt. Dit is een hele andere strekking
als dat je zegt Hamas die Joden aan het gas. Weet je, dan denk ik van ja, waar gaat dit allemaal naartoe, joh? Ja, daar snap je er niks van. Dat begrijp ik soms niet in voetbalprogramma's, dat ze dat dan als voorbeeld nemen. Dan denk ik echt van, dan wil ik erin kruipen om te zeggen, ben jij maar goed bij je hoofd? Snap jij het wel? Ja, dat maakt mij kwaad, weet je? En je kan ook niet zeggen in andere, zeg maar bij de Graafschap. Boeren of PSV. Dat zingen ze zelf. Maar dat vinden ze zelf, dat ze boeren zijn uit Eindhoven. Maar als je dan K-boeren gaat zingen, of het zijn K-boeren, dat vind ik veel te ver gaan. Heb respect voor de supporters naar de andere kant. En zorg nou gewoon dat zij hun clubje op een eigen manier supporteren. Doen jullie dat ook, dan kunnen we weer volle stadions krijgen. In plaats van dat het vak leeggehaald moet worden. Die moet zonder supporters. Voetbal is voor de mensen. Is voor de supporters. En nou moet de ene boete voor de andere. En ik vind, je krijgt toch veel mooiere wedstrijden als je in de Kuip speelt. Dat is in een vak Ajax supporters. En de hele Kuip zit vol. Dat is toch mooi? Dat is toch gewoon een mooie rivaliteit?